ik ooit mijn zwaarden af? En krijg ik ooit mijn lot eens klein? Hoe kruip ik uit mijn eigen huid? Hoe kan ik ooit een ander zijn? Wie kan me helpen voordat ik wegzak en verdwijn? Waar vind ik vrijheid als mijn eigen schaduw mij nooit vrij laat zijn? De bestemming onbekend, als de reis ooit eindigt, ben je enkel wie je bent. Dan blijft alleen wat onverwoestbaar is. En geen mens die maar vrij is, want totdat het voorbij is, is het antwoord op de vraag. Hallo allemaal, jullie kijken naar een verslagje van Musical Sites. Ik ben Piek van der Kade en momenteel speel ik in Mozart the Musical hier in Antwerpen in Stad Schouwburg. We staan nu bij de artiesteningang en ik ga jullie meenemen backstage, achter het toneel en ondertussen wat vragen voor jullie beantwoorden. Ja, eigenlijk wel. Ik was denk ik een jaar of 7, 8 toen ik op muziekles zat en toen zei mijn juf na een les tegen mijn moeder, volgens mij moet Piek daar iets mee gaan doen. En toen heb ik auditie gedaan voor een vooropleiding en nou ja, vanaf toen is het balletje gaan rollen. Ja, ik denk dat dat wel al op die jonge leeftijd al begon. Vooral op die vooropleiding, toen ik er echt elke week actief mee bezig was. En ja, ik hoef niet per se al op jonge leeftijd per se musicals te gaan doen. Maar ik vond het wel heel mooi om zowel het zingen en het spelen en het dansen te kunnen combineren. En dan kom je natuurlijk al snel bij musicals uit. Zijn muziek van kleedkamer en daar ben ik eigenlijk altijd wel voor mijn voorstellingen. Ik begin eigenlijk lekker met wat inzingen, dat doe ik ook vaak al wel thuis en dan pak ik het hier weer verder op en dan hebben we hier het beroemde bubbelsysteem wat jullie vast al vaker gezien hebben. En dan moet ik op een gegeven moment naar de kapperin, dan wordt mijn make-up en mijn haar gedaan en moet ik mijn microfoon ophalen. En hebben we nog een vocal warming-up met z'n allen op toneel. En ga ik langzaam mijn kleren aandoen. En dan is het tijd voor de show. We zijn nu aangekomen in de Black Box. Dat is de ruimte achter het toneel waar wij als acteurs snelverkledingen hebben, pruiken opkrijgen en worden opgemaakt. Dus hier achter mij zie je enorm veel koppen met pruiken op die het ensemble voornamelijk op heeft. En lichten en spiegels. En dat is achter het toneel, omdat dat de plek is waar het natuurlijk heel snel moet gebeuren als je binnen 10 seconden weer op toneel moet staan. En hier achter mij, loop maar even mee, is de kostuumafdeling. Waar wij worden omgekleed, moet ik zeggen. Ik heb een hele lieve kleedster, Joke, die ervoor zorgt dat ik altijd op tijd in het juiste pakje op toneel kom te staan. En dan is daar achterin mijn stek, mijn rek, met al mijn prachtige kostuums van Jan Tax. Een muzikus, dat ben ik dus. Het, oh, let op, het genie van de melodie. Van muziek weet ik niks. Maar weet je, jij bent zo anders dan de mannen die ik ken. Niet zo gruwelijk volwassen. Zo vol van vuur, met jouw kracht vecht jij je vrij. Altijd lachend, nooit te braaf, vol van grappen en groen. Nou, zijn we nu bij mijn stekkie aangekomen. Het is een vrij hysterische voorstelling op het gebied van kostuums. Maar wat heel lekker is, dat ik eigenlijk voornamelijk in pyjama rondloop. Met een kleine uitzondering, namelijk mijn praterkostuum. Nou, en zoals je ziet, dit is een en al borduur, kraal en glitterwerk. Dus dat is wel een van mijn favorietjes. Ik noem hem zelf de paradijsvogel. Het weegt ongeveer 10 kilo. Dus dat is best heftig. Oh ja, en dit is dan echt mijn lievelings. Dit is mijn, kijk. Dit is mijn Constance badjas. En die vind ik zelf heel mooi. En comfortabel. Zo.
En we zijn dan nu in de coulissen op Stage Right. En hier zijn wat props, decorstukken en attributen te zien. Dit is onder andere voor de marktscène die zich in de eerste acte afspeelt. En ja, dit is wel heel cool om even te laten zien. Dit is onze hippiebus waar ik in mag rijden. Of nou, ik rij niet zelf hoor, maar ik zit er wel in. En dat is een vrij hysterisch decorstuk. En we kunnen wel even op de lucht gaan kijken. Kom maar mee. Pas op voor het opstapje. Kijk, daar zul je hem hebben. Ah, de Wolfie. De echte, hè? Nou, en dan staan we nu op de bühne, inclusief draaischijf. En die enorme bak. Die vanavond weer vol zit. Zin in. Geen saai figuur, ik ken ze rijker, ik ken ze knapper, ja dat ook. Maar wat jij hebt, heeft geen andere vent. Dus kort en goed, jij bent anders omdat jij bent wie je bent. Ik mag jou ook boven alles omdat jij bent. In Wenen, want we hebben met de hoofdrollen hebben we in Wenen gerepeteerd en daar hadden ze in het Ronacher Theater een repetitieruimte inclusief draaischijf, dus daar konden we al een beetje aan wennen. En nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet heel veel te maken heb met het draaien in de voorstelling. Ik heb een paar op- en afgangen en ik lig een keer te slapen in bed terwijl de draaischijf draait. Dus voor mij valt het heel erg mee, maar het ensemble kon echt pas in de montage op deze huidige draaischijf repeteren om de dansen ook op een draaiende schijf uit te voeren. Dus ik vind het een heel mooi effect hebben voor de voorstelling. Dus ik heb het eigenlijk wel met heel veel plezier ervaren. Mijn reactie toen ik hoorde dat ik Constance ging spelen. Nou, dat was grappig, want ik had de rol eigenlijk toegezegd gekregen. Maar er moest eigenlijk nog één persoon daar zijn goedkeuring over uitspreken. En het was niet zomaar persoon, het was Sylvester Levay himself, de componist. Dus ik moest eigenlijk nog één telefoontje afwachten om de 100% ja te krijgen. Toen heb ik heel stiekem alvast wel een flesje bubbels koud gezet in de koelkast. En toen ik het verlossende woord kreeg, heb ik natuurlijk die fles lekker geopend en met mijn lief gevierd. Ik lijk best wel veel op Constance. Denk ik, tenminste hoe de rol geschreven is. Ze is best wel stoer en avontuurlijk en brutaal ook wel. En dat heb ik zelf ook wel een beetje. En ik denk voor haar tijd was zij best wel ondernemend. Een geëmancipeerde vrouw. En ik vind dat ontzettend lekker om te spelen. Dus het voelt best wel dichtbij. En ik heb het idee dat ik niet heel erg veel anders hoef te doen dan mezelf zijn op sommige vlakken. Oh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik wil daar eigenlijk niet tussen kiezen, dus Constance en Charlotte? Zie jou in al mijn dagen, met jou doorsta ik ieder tijd. Dat geeft te denken. Dat is alleen maar heel erg leuk. Het is gewoon een heel mooi beeld en het is heel lief en het gaat allemaal niet zo heel snel. Dus het is eigenlijk alleen maar heel erg leuk om te doen. Ja, ik heb er vrij recent heb ik er zelfs twee gehad. Ik heb in één groepscène, de goud-eerlijke familiescène, ben ik altijd kauwgom aan het kauwen. En opeens viel mijn kauwgom uit mijn mond op de grond. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet laten liggen, want straks stapt er iemand op en blijft er iemand plakken. Dus toen heb ik de kauwgom van de grond weer in mijn mond moeten stoppen op scène. En de tweede was gisteravond ging ik daar op het hoekje heel hard onderuit voor een volle zaal. Dat was vrij gênant. Maar nou, goed, die dingen gebeuren.
Dan zou ik de rol van Coloredo heel graag willen spelen. Dat is even heel kort door de bocht de bad guy van het verhaal. En die heeft zulke gave nummers om te zingen met scheurende gitaren. En nou, lijkt me onwijs tof om te doen. Ik denk over de hele voorstelling gezien is dat... Waarom hou je niet van mij zoals ik ben? Die Ruben heel mooi vertolkt. Dat vind ik zo'n ontzettend mooi nummer. Textueel, melodisch en hoe hij dat doet. Ja, ik zit gewoon eigenlijk elke keer weer met kippenvel vanuit de coulissen te kijken. En ja, voor mezelf vind ik natuurlijk altijd wordt er ergens gedanst. Dat is wel echt heerlijk om te mogen doen. Wil enkel vrij zijn. Vrij van wat mij klein houdt. Wil jij erbij zijn als ik dat ooit haal. Ik wil me niet verliezen. Maar jou wens ik jou steeds dichtbij. Mijn favoriete scène vind ik ook moeilijk kiezen hoor, maar er is een scène die er wel uitspringt voor mij op spelgebied en dat is de scène waarin Constanze Mozart aantreft in een soort trip, dat hij aan het eilen is en dat het eigenlijk bergafwaarts gaat met hem. En op het moment dat zij binnenkomt en hem daar aantreft, is het de bedoeling dat ik hem tot rust weet te brengen. En daarin zie je heel erg hoe nou, wat voor rots zij eigenlijk voor hem is in de relatie en in het huwelijk. En ja, dat vind ik gewoon een heel mooi beeld en die komt elke keer wel binnen. Dus dat vind ik een hele mooie scène. Ik ga het allermeeste missen om te mogen zingen met 18 man orkest. Die hier beneden in de orkestbak zit. Ja, de muziek, joh, met 18 man. Je wordt opgetild. Dat is zo genieten elke avond. En ik weet dat dat helaas tegenwoordig heel erg zeldzaam is. Dus ja, dat ga ik ontzettend missen. Wil jij bij mij zijn? Als ik 's morgens opsta. Juist heel dichtbij zijn als de nacht begint. En mocht het moeilijk worden, dan zie ik jou steeds aan mijn zij. Dan zie ik jou steeds aan mijn zij. Dat geeft te denken. Dat geeft te denken. Hoor jij bij mij? Dat het veel te snel voorbij is gegaan, denk ik. Ik heb me zo ontzettend vermaakt elke dag. Het is echt een tweede thuis voor mij geworden. En ik ben ontzettend blij met de mooie rol die ik mag spelen. En met mijn lieve collega's, met wie ik elke dag toneel mag delen. Dus ja, het was echt, echt een bucketlist die ik nu af kan vinken. Deze rol en deze voorstelling. Ja, nou, Constanze was er eigenlijk echt wel eentje van. Dus die is nu check. Maar Amneris in Aida, die zou ik heel graag een keertje spelen. Niet langer denken. Jij hoort bij mij. Jij hoort bij mij. Nou, de persoon zou denk ik Andrew Reynolds zijn. Die speelt Elder Price in The Book of Mormon. Ja, vind ik een geweldig acteur en zanger. En welk nummer, jeetje. Misschien Sirius uit Legally Blonde. Dat is Aida. Ik was 10 jaar en zat tussen papa en mama in en ik was blown away, nog steeds. Ik vind enorm mooie muziek en het verhaal heel mislepend en... visueel vond ik het ook heel mooi in elkaar zitten. Dat nu en vroeger. En ja, prachtig, prachtig. Ik moet me nu zo langzamerhand een beetje gaan voorbereiden voor de show van vanavond. Maar heel veel dank voor het kijken. En hopelijk heel snel tot in het theater.
Nou, het is denk ik heel goed ontvangen. We hebben heel veel lovende reacties gehad, zowel van Vlamingen als van Nederlanders die naar Antwerpen zijn gekomen. En ik denk dat het echt voor theater- en musicalliefhebbers een voorstelling is die je niet wil missen. Hou je van rock'n'roll? Hou je van grote bombastische voorstellingen? Dan is er Mozart echt eentje die je wil zien. Dus hopelijk tot in Nederland!